dit begrijp ik dus echt niet. Met alle respect voor de minister. Mijn collega hier wijst op dus, die correlatie, die ook in andere landen wordt aangetroffen trouwens. In mijn bijdrage heb ik allerlei andere ontzettend verontrustende signalen genoemd. Dus de acute zorg die vanaf 2021 veel vaker wordt ingezet. Of het nou de ambulances zijn, de first of rapid responders. De enorme toename van het aantal berichten van met daarin plotseling overlijden. En verdubbeling in 2021. Dus als je al die signalen samen hebt, al die nieuwe studies die nu uitkomen, die autopsiestudies die ook een verband aanwijzen. Dan kan het toch niet zo zijn dat de minister zegt van ik maak me nergens zorgen over, dat is een correlatie. Dan, als ik minister van Volksgezondheid zou zijn, dan zou ik me een hoedje schrikken. Ik zou gelijk alles willen onderzoeken. Dus ik begrijp dat niet, die weigering. U kunt daarmee ook het vertrouwen in vaccins verhogen als er dus een onderzoek is wat uitwijst dat er geen causatie is. De minister. Ja, voorzitter, als u me toestaat, wil ik toch even gewoon een kanttekening maken bij de stappen die telkens gemaakt worden. Eerst is er een correlatie. Dan wordt al snel iets waarschijnlijk. Dan gaan we nog een stapje verder. En dan vervolgens is het de minister die bepaald onderzoek weigert en niet wil doen. En daarmee ook de suggestie dat de minister wat te verbergen heeft. De minister heeft helemaal niets te verbergen. De minister staat open voor ieder onderzoek. We hebben het onderzoek bewust zo ingezet. Bewust, ook naar aanleiding van de motie van de Kamer. Om te zorgen dat er door onafhankelijke onderzoekers, de minister, stuurt de onderzoekers niet aan, heeft geen vraag aan de onderzoekers, communiceert niet met de onderzoekers, maakt de keuze niet, het is onafhankelijk. En beter dan dat kan ik het eigenlijk niet doen. En als u zegt, ik zou als heer Van Houwelingen wel heel graag een keer met die onderzoekers willen spreken en ze graag van mijn kant een vraag mee willen geven, het staat u vrij. Maar het is niet aan de minister om dat te doen. En wat de minister al helemaal niet doet, is daar ook een keuze in maken. Dus dat moet u me ook niet in de mond leggen. En als ik mag, voorzitter, tot slot even over de onderzoeken die dan lopen. Want dan kan ik u gelijk, ik kan u de onderzoekers ook bijgeven. U hebt het al gezien. Dus dan kunt u gewoon bepalen met wie u wil praten. Maar dan gebeurt er bijvoorbeeld een onderzoek vanuit het Amsterdam UMC. Naar oversterfte bij thuiswonende predementiepatiënten. Er gebeurt een onderzoek op basis van zorgverzekeringsdata in de verandering in zorggebruik. Er gebeurt kans naar leefstijl en overlijdenskans. Er gaat iets naar kwetsbare groepen. Er gaat een onderzoek, zo kan ik nog even doorgaan. Dat zijn onderzoekers die dit indienen. En natuurlijk zullen ze daarbij kijken ook naar onderliggende oorzaken. En als u graag wat anders wil, ik zou zeggen, praat met onderzoekers. Ik doe het niet, want ik mag me er niet mee bemoeien. Dat is niet meer onafhankelijk. Meneer Van Houwelingen. Van die uitnodiging maak ik graag gebruik. Het probleem, wat ik zojuist al zei natuurlijk, is dat geen van die onderzoekers ingaan op een mogelijk verband. Dus, dat is het probleem, tussen vaccins. Dus dat gebeurt niet, dat onderzoek tussen vaccins en mogelijke oversterfte. Maar dan even toch een andere vraag, die ik ook in mijn betoog had verwekt. Oké, u zegt van dit is zoals het nu gaat. Maar we zitten dan nog steeds, en dat is mijn punt even, met die vaccinatiecampagne. Want die gaat door, hè, daar zijn we het over eens. In Denemarken bijvoorbeeld heeft men besloten, ook met al dit soort signalen, ook internationaal, weet je wat we doen? We gaan mensen die, alleen mensen die ouder zijn dan 50 of mensen jonger dan 50 met ernstig onderliggende aandoening, alleen die gaan we nog vaccineren. Zou de minister dan niet op zijn minst puur vanuit oogpunt van prudentie kunnen zeggen, gezien dit alles wat ik noem, wat mijn collega Van Haren noemt, laten we dan het Deense model volgen en iets terughoudend zijn met het vaccineren tot we de uitkomsten van die onderzoeken kennen. De minister. Ja, voorzitter, het mooie daarvan is dat we een model hebben, à la Denemarken, waarbij we dat door een onafhankelijke commissie laten beoordelen, ons laten adviseren. Ik u het rapport ook stuur. We er ook over in debat kunnen gaan. En ik een besluit neem. Dat comité, dat heet de Gezondheidsraad. Daar vraag ik wat aan en die komen met een advies. Telkens weer. Nieuwe campagne, nieuw vaccin, et cetera. Dat werkt naar mijn idee fantastisch. En als de heer Van Houwelingen zegt, dat moet je eigenlijk ergens anders vragen. Ik sta open voor iedere suggestie, maar ik denk dat het er goed belegd is. En het is onafhankelijk. Uw laatste interruptie. Dat is het grote probleem geweest de afgelopen paar jaar. En daar zal de coronacommissie ook op ingaan. Uiteindelijk heeft de minister als politiek verantwoordelijk natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat ik kan zeggen, ik ga alle adviezen blindelings volgen. Er moet ook een eigen verantwoordelijkheid zijn, een politieke afweging. En dan nogmaals mijn vraag, waarom is dan bij u die politieke afweging anders uitgevallen dan dat het ze in Denemarken gemaakt hebben? Die Denen zijn niet gek, lijkt mij. Dus wat was daar dan de overweging van geweest? Ja, voorzitter, Denen zijn uiteraard buitengewoon verstandige mensen. Maar dat wil niet zeggen dat je op ieder moment, in iedere situatie, in een hele pandemie, telkens hetzelfde besluit neemt. Dus waarom op een bepaald moment een bepaalde keuze in Denemarken en een andere in Duitsland, et cetera?
ja, daar zijn verschillende afwegingen te maken. Vind je het leuk wat we doen? Subscribe dan op ons kanaal en mis nooit meer een video van Forum voor Democratie. Ga ook naar fvd.nl en word lid, net als meer dan 60.000 anderen. Alleen samen kunnen we de noodzakelijke verandering realiseren.